Hallo, mijn naam is Peter Hoefnagels. Nieuwe dag, nieuwe week. Die zaadcel die gaat hup naar de ijshop. Wat jij meemaakt op school zie je elke woensdag om 7 uur bij mij terug in de klas. Even aan de slag, dames. Jongens, even eigen schrift eerst. Belangrijke regel, eigen schrift eerst. Ja, Bilal, het gaat goed. Je bent al klaar bijna, zie ik. En hoe gaat het hier? Hoe gaat het hier, Sena? Wat is dit, jongen? Ik zie, je hebt niet eens een schrift, of wel? Dit is het? Eén zinnetje op. Verder is het helemaal wit. Ik heb nog niks gedaan. Ja, en toen graag een verklaring. Of eigenlijk helemaal geen verklaring. Ik wil gewoon dat dit wordt beschreven. Dus opdracht 7 tot en met opdracht 12. Ga uw gang. Ze zijn al 10 minuten bezig en nog niks gedaan. Is dat goed, Sharon? Ja, deze, precies. Ja, contact. Hallo. Hallo. Waar ben je met je gedachten, man? Ik moet even bedenken wat ik ga opschrijven. Mag ik even kijken, wat heb je gedaan? Kijk eens aan, nog steeds hetzelfde maagdelijke witte vel. Ja, Seda, dit is duidelijk een vorm van niet willen. Niet willen? En ik zou zeggen, ruim maar even op. Waar is de deur? Daar is de deur. Waar gaat Sena heen? Daar gaat Sena heen. Ja? Pak maar even je spullen. Heb je nog een tas bij je? Want dit is niet echt prettig wat je doet. En even melden bij... Zo, het gaat allemaal bij meneer Abes. Goed zo. Oké. Dag! Doei. Goed, van werk. Zo. Wat is er? Een uitgegeven. Ho, stop. Sena, wacht even. Even stoppen. Stoppen! Hallo! Hoi. Ja, hoi. Ik, die trui laten we even liggen. En we gaan gewoon weer naar buiten toe. Eind van de les. Nee, ik stuur je nou voor de tweede keer eruit. Ja? Dus op zo, Dimitra. Ja, dus zeg ook even tegen meneer Abbes dat ik jou voor de tweede keer eruit heb gestuurd. Is dat om met trui? Wat maakt het uit of met of zonder trui wegga? Sena, alsjeblieft. Ik heb je net al weggestuurd, dat is 2 uur nakomen. Nu ga ik je voor de tweede keer wegsturen en dat is nog een keer 2 uur nakomen. Dus dan voor de tweede keer met mijn trui weggaan of niet? Nee, die trui die laten we daar even liggen. Die kan je na de les, kan je die gewoon bij mij weer ophalen. Ja, als de les afgelopen. Snap je dat, Sena? En ga je straks even bij meneer Abbes ga je melden? Ik ga me melden bij meneer Abbes. Ga ik juist zeggen, nou, meneer Hoefnagels heeft gezegd, ik moet 2 uur melden. Nee, 4 uur. Ik heb jou 2 keer eruit gestuurd. Want jij bent een keer teruggekomen. Heb je... Ja, ik heb jou 1 keer eruit gestuurd. Je komt weer terug. Ik stuur je voor de 2e keer eruit. Klaar. Dus, ja? Ja, prima. Man. Goed. Hey, open. Open. Nee. Nee, Sena, absoluut niet. Nee, Sena. Ah, jongen. Sena, kom eens terug. Waar is die? Sena, nee. Dit is denk ik wel het ergste wat een docent kan overkomen. Eruit gestuurd worden door een eigen leerling. Is dat op school bij jou ook wel eens gebeurd? Laat het me weten in een reactie. Like deze video, word abonnee. En dan zeg ik gegroet, gij allen. En tot de volgende week. Groetjes, hoi. Er is er één absoluut niet jarig vandaag. En dat kun je wel zien. Dat is hij. Ja. En dat vindt meneer Hoefnagels niet zo prettig, ja. Dat
En daarom zingen wij blij. Nee. Stop. Hoera, hoera, hoera. Ik zei, flikker op man, wat de ik heb helemaal niks gedaan. Toen zei ik, was iets van Mogol of zo. Mogol? Ja, tegen hem hè. Ja. De echte grote man. En toen werd hij heel boos. Dylan, eruit! Je komt er niet meer op school de komende dagen. En toen was ik geschorst. Mijn broertje, die heeft toen gekeken op de computer. En toen was hij erachter gekomen dat een of andere Kim Holland op de computer stond van... Ja, van de shit. Oh, ja, ik weet precies van welke leraar. Ja, dat ging toen de school rond. Ja, dat ging toen de school rond. En daar had je hem wel mee. Ja.